Goedenavond lieve kijkers en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Daniel Presents. We zijn alweer bij de 8e aflevering en dat betekent dat ik weer een gloednieuwe gastartiest op mijn stoel heb zitten. Chimobi, welkom. Hi y'all. Te gek dat je er bent, vanuit het verre Rotterdam. Kan je wat over jezelf vertellen? Ja, mijn naam is Chimobi, ik kom uit Rotterdam. Ik zing. Ik zing in een band, ik zing ook zelf, ik schrijf teksten. En ik studeer ook nog. Speel je daarnaast nog instrumenten? Ik speel inderdaad wat instrumenten. Ik speel gitaar, ik speel een beetje piano, een beetje bas. Nice. En wat studeer je? Want je studeert in Delft, toch? Ja, ik studeer elektrotechniek. Ah, kijk eens aan. Ja. Alle markten thuis. Dus ja. Wacht even, je studeert elektrotechniek. Daarnaast speel je gitaar, speel je piano en zing je. Nog verdere bezigheden? Heb je nog een baan? Ja, ik werk, ik maak apps en websites. Appontwikkelaar. Ja. Deze man is werkelijk waar van alle markten thuis. Te gek. Chimobi is jouw stage name, als ik me niet vergis. Klopt. Wat is jouw echte naam? Mijn echte naam is niet uit te spreken. Oké, en vandaar de keuze dat je maar voor een stage name bent gegaan. Ja. Wil je hem nog vertellen in de show? Hoe heet je het echt? Ezekiel. Ezekiel. Nee, je achternaam? Ezekiel. Oké. Okay. Best goed. Ik heb ook wel even kunnen oefenen. Wat is je achternaam? Nwankwo. Nwankwo. Met twee D's, toch? Spreekt nog beter uit dan ik. Nee, maar even kijken. Jij zit op dit moment in The Voice, als ik me niet vergis. Nou, op dit moment zit ik er niet meer in. Oh, dat is jammer. Want jammer. Je hebt de Blind Auditions heb je overleefd, dus dan zit je al bij de laatste 40. Ja. En toen moest je battelen tegen? Ik moest tegen Vincenzo. Vincenzo. Het wonderkind. Het wonderkind. Dat is wonderkind. Want Vincenzo is 17 jaar, als ik niet vergis. Ja, klopt. Ja, klopt. En die heeft een redelijke aanhang op Facebook en Instagram en Twitter. Dat ook. En terecht, want hij heeft een dijk van een stem. Maar dat is natuurlijk een hele moeilijke battle om aan te gaan als jij als 25-jarige tegen hem moet... Oude lul. Ik vind 17 vooral heel erg jong. Maar hij heeft inderdaad een dijk van een stem. En dat is heel moeilijk om daarvan te winnen, maar je was gestolen. Ja, toch? Door 3 coaches. Door 3 coaches? Nou, dat is ook het maximaal aantal steals dat je ongeveer kan hebben. Ja, klopt. Dat is wel heel lekker. En uiteindelijk heb jij dus gekozen voor? Voor Waylon. Was dat een goede keuze? Kijk. Achteraf kan je het een en ander zeggen, maar... Op dat moment voelde het goed. Voelde het goed, inderdaad. Ja. En ik denk nog steeds dat hij me heel veel kan leren. Had kunnen leren. Nou. Maar ja, goed. Sessa, that's life. Maakt niet uit, want mensen hebben je gezien en mensen vinden je te gek. Ik bedoel, je zei zelf ook al dat er best wel wat mensen hebben gezegd van dat ze jou ook heel, heel erg goed vonden, al dan niet beter dan Vincenzo zelfs. Dus dat moet ik als ik geven. Als ik de comments mag geloven. Nou, je moet gewoon altijd kijken naar datgene wat je vrolijk maakt. En als inderdaad mensen dat schrijven over jou, dan menen ze dat echt. Ja, want, nee. Maar ook mensen zeggen die liever Vincenzo... prefereerde. Ook prima, want ik vind hem echt supergoed. Ja, hij is te gek. Ik ben benieuwd. Het zal me niet verbazen als hij uiteindelijk de live shows behaalt. Maar ja, dat gaan we zien. Hè. Even kijken, we hebben vandaag gekozen voor een nummer. Allebei spelen een instrument en we zingen allebei. Kan je vertellen over het nummer wat we hebben uitgekozen? Ja, het nummer heet Landslide. En het origineel is van Fleetwood Mac. Mm-hmm. Hij is ook wel eens gecoverd door Dixie Chicks. Mm-hmm. Dat liedje... Het eerste moment dat ik het hoorde, was ik gewoon verliefd. Ja, dat is echt een gek nummer. Ja, supermooie gitaarpartij van die gitarist van Fleetwood Mac. Uh-huh. En mooie tekst, mooie zang. Dus, het paste gewoon. Ja. En het is een liedje die de meeste mensen niet echt verwachten bij mij. Maar ja, ze verwachten soul of R&B. Ja, of, soul, R&B. Niet echt country-achtig. Nee, dat zou ik ook in eerste instantie natuurlijk niet zeggen. Want ik heb het je horen zingen bij meerdere optredens. En ik dacht van, dat is wel... Ook omdat het nummer zich zo goed leent voor meerstemmige zang. Ja, en dat is ook iets waar jij lekker in uitblinkt. Dus kunnen mensen jou ergens volgen? Facebook, Instagram, noem eens wat dingetjes. Ja, op Instagram heet ik @chimobimusic. Chimobi Music. Uh-huh. Ook op Facebook. Uh-huh. En als je nog wilt horen wat voor muziek ik met mijn band maak, kun je op Facebook Story Arcs opzoeken. En wat voor soort muziek maak je met Story Arcs? Het is een beetje soulvolle popmuziek. Ja. Lekker. En
Originals. Het zijn allemaal originals. Nice. Okay. En we gaan binnenkort een single releasen. En daar hebben we ook een crowdfunding actie online staan. Op Voor de Kunst. Link hieronder. Ja. Ik ga de link erin zetten. Voor de Kunst, oké. Okay. Dus ja. Mensen kunnen je steunen. Ja. Met een eenmalige bijdrage, neem ik aan. Of, ja, en er staat natuurlijk heel veel tegenover. Dat kun je ook allemaal lezen. En ja, het wordt te gek. Nice, het wordt heel te gek. Ja, deze week schrijf ik de tekst af van de single samen met een ander bandlid. En volgende week staan we al in de studio van Sven Vigé. Sven Vigé, kijk, ja. Marmalade Studios in Delft. Marmalade Studios in Delft. Been there. Aardige man is dat. Sven. Super aardig. Van Sven Hammond Soul. Ja. Een gekke band trouwens, ook met Ivan Perotti inderdaad. Ja. Dat zijn allemaal heel leuke dingen. Dus als jullie willen supporten... Ja, ja, support Chimobi. Dat kan ik alleen maar aanraden. Hij heeft ook net mijn EP gekocht. Dus, ja, ja, klopt. Ik ga zeker even supporten. Dus ik hoop dat jullie dat ook doen. Dus hier beneden in de link. Dames en heren, geniet van de video. Ik ben heel erg benieuwd. Het nieuwe concept is dat we op dit moment de video en het interview los van elkaar doen. Dus check hier volgens mij aan die kant. Of aan die kant van dit video. Kan je... Dat moet je straks maar kijken. Dan kan je de volgende video uitkiezen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Comment, like, subscribe, the works. En ik zie je volgende week weer.